We hebben een gezamenlijke plicht om te voorkomen dat de geschiedenis nog meer leed kan veroorzaken. Dit zei Johan Roser vandaag bij de proclamatie van het Nationaal Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek naar de Gevolgen van het Slavernijverleden. Het Nationaal Comité is een initiatief van en gedragen door de Afro-Surinaamse gemeenschap. Het doel is het voorbereiden en uitvoeren van een samenhangend programma voor een betekenis en zinvolle herdenking van de afschaffing van de slavernij in 2022 en 2023. Roser, die initiatiefnemer is van dit comité, geeft aan dat er gesprekken zijn gevoerd met president Chandrika Prasad Santokhi, zodat daadwerkelijk de doelen gerealiseerd kunnen worden. Hij benadrukt dat we ons verleden niet moeten bagatelliseren. Die geschiedenis zal ook nog meer leed veroorzaken als we niet erkennen dat het verleden nog steeds doorwerking op het heden heeft. De achtergrond, de oorzaak en de impact van onder meer het hedendaags racisme, economische achterstellingen, uitsluiting op basis van afkomst, kunnen niet worden begrepen en bestreden zonder kennis van het verleden, in het bijzonder het slavernijverleden. Het slavernijverleden is van tot slaafgemaakte en de nazaten en van alle andere Surinamers, van ons dus. En kan echte en duurzame vooruitgang, voorspoed en ontwikkeling alleen worden gerealiseerd als wij allen vanuit een juist perspectief kennis nemen van dit verleden. Sigmund Staphorst, voorzitter van de Raad van Advies van het Nationaal Comité, geeft aan dat het streven moet zijn dit gezamenlijk optreden een permanent karakter te geven. Hierbij zal veel afhangen van de kwaliteit en gehalte van het eigen leiderschap van het comité. Ons platform vraagt onder meer dringend aan de Surinaamse regering om een aantal zaken te realiseren gericht op wetgeving, onderzoek naar het slavernijverleden, inclusief het inheems slavernijverleden, de structurele verbetering van de financiële positie van achtergestelde nazaten van de tot slaafgemaakten, structureel en in georganiseerd overleg met de inheemse en Afro-Surinaamse gemeenschap maatregelen te treffen en ook om maatregelen voor te schrijven in verband met het teruggeven van rechten aan Surinaamse onteigende plantage-eigenaren. We beseffen dat de realisatie hiervan met steun van de Surinaamse regering niet betekenisvol zal zijn indien we de herdenking van de afschaffing van de slavernij zien als een gebeuren van leuke muziek en klederdracht, lekker eten en chillen in de binnenstad en in de districten. We hebben de plicht als comité om eraan bij te dragen dat we bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij de koloniale gebeurtenissen en erfenissen onder ogen zien. Dat we deze koloniale erfenissen verwerken. Dat we dit doen middels een collectief geheugen en collectieve identiteit. Voor het Nationaal Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek naar de Gevolgen van het Slavernijverleden is het volgens de voorzitter ook belangrijk zelf onderzoek te verrichten naar onze slavernijverleden en de doorwerking daarvan op onze huidige samenleving. Staphorst benadrukt dat het tijd wordt dat we onze eigen verhalen vertellen over de slavernij. Dit comité is reeds erkend door president Santokhi. Hij heeft het comité toegezegd een nationale toespraak te zullen houden op 1 juli.